De aanvulling die ik erop kan geven is dat wat Howard verteld heeft, dat het waar is. Dus er was een man die zei, ja, maar ik heb jou ingehuurd of zoiets. Ja. En dat Howard toen zei, ik ga weg. En die liep toen weg. Maar ja, ik was 18, wist ik veel. Dus ik had nog niet echt het gevoel dat ik achter Howard aan moest lopen. Dus ik weet nog dat ik nog drie seconden in die man zijn ogen ook zit te staren. Of ja, ik weet ook niet. Ik weet ook niet wat hier aan de hand is. En toen ben ik met Howard teruggelopen. Of naar zijn auto, of ik weet niet. En toen uiteindelijk weet ik nog dat we die avond, omdat we in Dordrecht waren, in Rotterdam, in een soort Surinaamse discotheek, beland zijn. waar uiteindelijk een of andere Surinaamse vrouw nog heeft staan grummelen tegen mij aan. Dus ik dacht, ja, ik weet nog niet wat ik liever had gedaan, dat optreden of dit. Maar het was in ieder geval een avond waarin van alles gebeurde wat voor mij nieuw was, in ieder geval. Ja.